Een drukte van belang op de Prinsengracht in Amsterdam. De voorbereidingen voor het Prinsengrachtconcert, waar onder andere Schiphol Group sponsor van is, zijn in volle gang. Zoals elk jaar belooft het weer een muzikaal spektakel te worden. Ter gelegenheid van het 30-jarig jubileum wordt het concert dit jaar geheel verzorgd door topmuzici van Nederlandse bodem. Hier gaat het gebeuren. Hier gaan we repeteren voor het Prinsengrachtconcert van zaterdag. Het Nederlands Blazersensemble is voor het eerst van de partij. Schiphol TV volgde horniste Kirsten Jurissen en artistiek leider Bart Sneeman tijdens de laatste repetities. En dit is mijn horen. Hier ga ik op spelen. Waarom speel je eigenlijk hoor? Omdat ik het geluid van het instrument zo mooi vond. Daarom heb ik ervoor gekozen. En dat is al 25 jaar geleden. Heel erg graag. Ja? Ja, maar je speelt ook echt en, mooi. En dan in het octaaf waar we het Prinsengrachtconcert is buiten, een openluchtconcert. Moet je daar dan rekening mee houden? Ja, heel erg eigenlijk, want het is ook heel simpel. Het feit dat je, het lijkt dan wel mooi weer te worden, maar de kans is natuurlijk heel groot dat het gaat waaien. Dan heb je het probleem dat ons bladmuziek van de standaard af waait. Dus dan moeten we wasknijpertjes gebruiken. En je moet het ook haast uit je hoofd kennen, want de kans is heel groot dat er af en toe eens een blaadje wegwaait. Dus het voorstel was om even ook dat op die manier te doen. Dus we beginnen nu met de prelude van Chopin. Nu gaan jullie voor het eerst meedoen aan het Prinsengrachtconcert. Ja. Wat betekent dat voor jou? Het is toch wel heel bijzonder. Ik heb het nog nooit live gezien. Ik heb nog nooit de kans gehad om op een bootje te zitten. Maar wel altijd op televisie gekeken natuurlijk. En het is toch wel heel leuk om zelf een keer al die bootjes om je heen te zien dat mensen voor jou komen luisteren. Ja. Het klinkt als ta-ta-ta-ta. Geeft meer energie. Ja, geeft meer, maar het is een beetje sloppig. En wat kunnen de kijkers van jullie aanstaande zaterdag verwachten? Nou, ik hoop dat het zo lekker gaat, dat het de energie van het podium afspat. En dat we momenten veroorzaken waarin er ook een traantje weggepinkt wordt. En misschien komt er ook nog een moment dat mensen nog eventjes een glimlachje hebben. En als we dat voor elkaar krijgen, dan is het concert wat ons betreft helemaal geslaagd. Het Prinsengrachtconcert wordt op zaterdag 20 augustus live uitgezonden om 9:30 op Nederland 2.